Op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel is Mark Gillis overvallen en mishandeld. Mark Gillis is de zoon van Oostappenbaas Peter Gillis. De overval was rond kwart over drie hier op het vakantiepark bij zijn huis. Mark zou flinke klappen hebben gehad en is ook geschopt. De overvallers hielden hem een tijdje vast terwijl ze zijn huis doorzochten. Er zijn spullen meegenomen, maar wat precies is nog onduidelijk. De politie heeft een tijd lang onderzoek gedaan, ook vandaag nog. En roept getuigen op zich te melden als ze wat hebben gehoord of gezien.